Boekhandel Plantage De Klein in Wijchen sluit na 100 jaar de deuren. De reden? Ik ga met pensioen. 16 jaar geleden namen Jorksveld en zijn vrouw de boekhandel over. Ze hebben al die tijd daar behoorlijk wat meegemaakt. Ja, zowel goed als niet goed. Met name de financiële crisis, die heeft hier behoorlijk ingehakt. Ook de ontwikkeling van het internet was niet per se positief. Daar heb je helemaal aan moeten aanpassen, want dat heeft nogal wat veranderingen teweeg gebracht. Met name veel boeken via internet verkocht werden. Ja, dat heeft toch het aanbod in de winkels verschaald. Toch heeft de winkel het al die tijd overleefd. En vinden trouwe klanten het heel jammer dat de boekhandel verdwijnt. Dat vind ik heel erg jammer, want ik loop hier regelmatig binnen om eens te snuffelen en boeken te kopen voor mijn kleinkinderen. Hobbyspullen te kopen voor mezelf. Dus ja, ik vind het wel jammer. Want het is toch inderdaad wel een begrip in Wijchen. Tot en met eind maart is de winkel geopend. Of er een nieuwe boekhandel komt, is nog onbekend. Jorksveld heeft in elk geval wel zin in zijn pensioen. Ik wil gewoon nog een paar andere dingen doen. Voel me nog goed. Wat zou u dan willen doen? Wat ik zou willen doen? Nou, een beetje van de druk af. Je moet toch altijd hier gewoon zijn. Je moet alert zijn. En, nou, we willen ook wel eens weg met z'n tweeën een tijdje. Of, ik ben gek op koken en mijn dochter ook. Dus samen dingen doen, dat zijn heerlijke dingen om te doen. Ja, kleinkinderen. Wat gaat u meest missen aan de boekhandel? Ja, dat is een cliché wat ik nu ga zeggen, maar dat zijn de contacten.